In rechtbanken werd ik apart gehouden. Ik heb in het getuigenhokje gezeten. Niet in de cabine in de rechtszaal, maar in het hokje daarachter... waar ze dan wachten tijdens schorsingen. Omdat dat was veilig. Maar ik wilde met mijn collega's op de gang. Nou, dat was een strijd. Mm-hmm. En alle TBP's die ik ken, voeren dat soort strijd. Liquidaties, vergismoorden, ontvoeringen en beschietingen. Bijna dagelijks vinden in Nederland geweldsincidenten plaats die zijn gerelateerd aan drugs of de georganiseerde misdaad. In 2021 vond de moord plaats op Peter R. de Vries hier om de hoek. En in 2019 de moord op advocaat Dirk Wiersum. Het zijn twee toch wel opvallende voorbeelden die laten zien hoe de onderwereld is verweven met de bovenwereld. En onlangs nog ontsnapte de Belgische minister van Justitie ternauwernood aan een ontvoering. Ook prinses Amalia komt amper nog buiten en Mark Rutte staat onder verscherpt toezicht. Hoeveel macht heeft de Nederlandse staat nog op de georganiseerde misdaad? Daar gaan we het vanavond over hebben. Met mijn gasten, de minister van Justitie, Dylan Yeşilgöz... en misdaadjournalist Paul Vught. Geef ze een warm applaus. Toen ik ongeveer 25 jaar geleden bij het Parool begon... als Tilburger, net naar Amsterdam verhuisd... was ik zelf begin 20 en schreef ik al snel misdaadjournalist... over mannen van voornamelijk in de 40 of ouder... Die elkaar naar het leven stonden, doodschoten soms... die verwikkeld waren in machtsstrijd om de... belangen in de internationale cocaïnehandel. Nu ben ik zelf een eind in de 40 en schrijf ik heel veel over twintigers die hetzelfde doen. Wat toen de 40ers deden, doen nu de 20ers, 30ers. En dat is schokkend als je in een rechtszaal zit achter een jongen van midden 20, van wie je weet dat die misschien wel levenslang opgelegd gaat krijgen, of een andere hele langdurige celstraf. Je ziet dat steeds jongere jongens gaandeweg steeds grover geweld gingen gebruiken... en steeds lichtvaardiger daar ook zich voor lieten werven. Dat heeft te maken met de miljardenindustrie die de cocaïnehandel inmiddels is geworden. Dat is echt geëxplodeerd gedurende de afgelopen decennia. Waar ze vroeger blij waren als ze een paar honderd kilo coke hadden gevangen in de haven... gaat het nu om tonnen en het doet helemaal niets met de markt. De prijs van cocaïne blijft gewoon hetzelfde. Je ziet in al die onderschepte... ooit versleutelde berichten onderling tussen verdachten, criminelen... soms veroordeeld, soms nog verdachten... Op hoe ijzingwekkend lichtvaardig er wordt omgesprongen met mensenlevens. Hoe makkelijk er wordt besloten dat iemand eraf moet. En hoe makkelijk wordt overgegaan tot uitbesteding. En uiteindelijk de hele jonge jongens die het op straat moeten doen... die schieten in hun paniek en onervarenheid de verkeerde dood soms. Zijn met Kalashnikovs in de weer die alle kanten uit schieten omdat je zo'n ding... beter even zou kunnen oefenen te behandelen voor je ermee aan de slag gaat. Beter zou je het trouwens niet doen. Maar. Dus we hebben allerlei... De verschrikkelijke term vergismoorden zal ik verder niet gebruiken. Maar door blunders zijn gewoon huisvaders doodgeschoten. En niet meer dan op één en ook niet op twee handen te tellen de afgelopen decennia. Sinds 2016 zitten we ook met grof geweld tegen de bovenwereld. En dat begon december 2016 met de moord op misdaadblogger Martin Kok... Martin was geen normale collega van ons. Martin was quite a character, zoals ze dat in Engeland noemen. Hij had zelf twee mensen omgebracht en was daar trots op. En om die reden heb ik altijd gezegd dat hij wel af was als leuk mens, zolang dat zo bleef. Maar hij is wel doodgeschoten om wat hij heeft gepubliceerd op zijn misdaadblog. December 2016. Het bracht niet heel veel teweeg in Politiek Den Haag. Vervolgens is in maart 2018 de broer van de kroongetuige tegen Ridouan Taghi en consorten vermoord in zijn bedrijf hier in Amsterdam-Noord. Gewoon een man met een bedrijf. Omdat zijn broer crimineel was en kroongetuige. Dat bracht al iets meer teweeg in politiek. Maar de ophef luwde al wel weer snel. In september 2019, dat weet iedereen, is Dirk Wiersum, de advocaat van de kroongetuige, vermoord. Ook hier vlak in de buurt, buiten Veldert. Dat was voor het eerst de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid, Vert Grapperhaus, sprak toen openlijk van een aanslag op de rechtsstaat. Dat was het ook. Maar het was ook wel treurig om te zien dat uiteindelijk ook die schok weer vrij snel weg ebt. En ik weet dat het niet makkelijk is, omdat we, zoals we nu ook, met Oekraïne zitten, inflatie, klimaatverandering. Er is veel om op te letten. Maar
het doet me altijd wel pijn als zulke verschrikkingen weer weg hebben. We hebben natuurlijk Peter R. de Vries gehad hier vlakbij, vermoord in juli vorig jaar. En dan aanhoudend nieuwe dreiging, bijvoorbeeld de Belgische minister van Justitie. En hoe het met Amalia zit, weten we niet precies, dus daar blijf ik verder vanaf. We hebben aanslagen op de redacties gehad van de Telegraaf, van Panorama. En bij de Telegraaf was het echt de bedoeling dat het gebouw zou afbranden. Wel s'nachts gelukkig, het was niet de bedoeling dat de halve redactie daarbij gevaar zou lopen, maar wel schokkend geweld tegen de bovenwereld. We hebben de processen Marengo tegen Ridouan Taghi en consorten, die onder extreme druk staan door al die incidenten. Incident is een veel te klein woord. Door al die verschrikkingen die zijn gebeurd, die allemaal met Marengo te maken hebben. Nou ja, rond de bunker is het de staat van beleg. Er komen veel verschillende personen met zware persoonsbeveiliging, advocaten, rechters, officieren. En je voelt dat gewoon daar, als je bij die bunker aankomt. En zeker in de periode nadat er weer iets verschrikkelijks is gebeurd, zoals de moord op Peter. Ja, dan dat hele proces is uit het lood. Je voelt die angst in die zaal. En het is... Het is voor echt niemand ziet dat proces nog zitten. Er is extreme beveiliging, maar wij, normale mensen van de pers, zolang we niet in de beveiliging zitten, en de advocaten van verdachten, worden geacht gewoon op hun eigen houtje naar die bunker te komen en zo. Terwijl de overheid wel de overheid beveiligt. En sommige advocaten van bijvoorbeeld de kroongetuigen. Wat we nodig hebben is ferm beleid, denk ik, maar wel maatwerk. En het belangrijkste lijkt me de rechtsstaat niet te slopen om de rechtsstaat te redden. Dus ik ben zelf niet heel rechtse jongen. En ik denk niet dat harder in law and order alles gaat oplossen. Ik denk dat er ook heel veel werk te doen is in de wijken. De wijken waar die jongens vandaan komen. En waar een lange adem nodig is om daar herop te bouwen wat in de afgelopen decennia is gesloopt aan bijvoorbeeld jeugdwerk. In brede zin preventie. En preventie is natuurlijk niet populair, want preventie, daarvan is het resultaat niet te meten. Want als een moord niet gebeurt, hoor je er niks over. En dat is misschien een bruggetje naar ons gesprek. Peter R. de Vries, er wordt gezegd hij wilde geen beveiliging. Nou, hij kwam er niet uit met de NCTV. Ik zeg niet dat hij geen eigenwijs karakter was, maar het speelde wel mee dat aan de andere kant ook een eigenwijsheid heerst. En er is een berucht voorbeeld dat hij zei, vlak voordat hij die kroogtuigje bijstaat, heeft hij echt alle misdaadjournalisten in vertrouwen genomen. We kwamen er achteraf achter dat hij iedereen dat in vertrouwen had genomen. Toen heb ik al wel met hem gesproken over zijn zorgen, over zijn veiligheid. Zijn kantoor was slecht beveiligd en hij zelf had helemaal niks. Hij zegt, maar ik probeer steeds te overleggen met de NCTV, maar ze bellen niet terug. Ze zeggen, ik bel wel en dan moet ik een week later weer bellen dat ze niet gebeld hebben. En hij moest een keer veel later in Den Haag zijn met het kantoor van de NCTV. Hij heeft die enorme dreiging, want hij staat de kroongetuig als vertrouwenspersoon bij. Er is daar beveiligd parkeerterrein. Wie hadden hun auto's daar allemaal staan? De NCTV. En Peter moest op straat parkeren en te voet gaan. De enige met dreiging. En die mensen, die mooie pakken, die zaten binnen, die waren binnengereden in hun bolides. Die cultuur, en daar ben je mee bezig, weet ik, die cultuur moet doorbroken worden. Dat het slecht gecommuniceerd wordt als bij de beveiligde personen die daarover klagen, dat je allerlei maatregelen opgelegd krijgt waar je niet waar je geen inspraak over hebt. Wat je misschien net iets anders zou willen doen. En dat wordt niet gehoord. Dat is een van de belangrijkste zaken. Minister. In al mijn jaren, in al die gesprekken die ik heb gevoerd, heb ik ook altijd dit teruggehoord. Wat Paul nu ook zegt, maar ook van anderen die zeggen, betrek me er in ieder geval bij. En ik snap dat je niet alle informatie met me kunt delen, alle analyses. Want het zijn ook heel veel verschillende soorten beroepen en mensen die in zo'n pakket zitten. Die hebben natuurlijk ook een eigen werk, eigen belang. Behalve je persoonlijke veiligheid heb je ook nog je werksbelang. Dus ik snap het dat daar terughoudend in gecommuniceerd wordt. Maar het kan niet zo zijn dat er gewoon geen communicatie met je is. Dat je inderdaad als een soort... nu doen we heel erg tekort aan mensen die altijd wel die communicatie hebben gezocht, maar als een soort product heen en weer wordt geschoven. Hoe zorgt u dat dat wel lukt of wel gaat lukken? Wat mijn voorganger al had gevraagd was advies aan een commissie, commissie Bos, van hoe kunnen we dit hele stelsel ook moderniseren. Want het is, ik sprak Dekere Beers, dat is de afkorting voor de dienstbewaker, die dat al heel goed opvangt voor iedereen. En die zeiden, nou, 10 jaar geleden hadden we een paar mensen in dat stelsel zitten. En ja, dat iedereen wist precies wie en wat en dat was heel overzichtelijk. Nu hebben we er zoveel
veel mensen in zitten. Dus de behoefte om het te moderniseren is enorm toegenomen. Nou, in die adviezen zitten ook dit soort elementen. En wat ik heb gedaan in april, en er komt binnenkort weer een brief ook uit, om aan te geven hoe we bijvoorbeeld de persoon centraal gaan stellen. Meer maatwerk. Absoluut meer maatwerk. Dat betekent dat we ook elementen gaan doen als bijvoorbeeld naar je agenda kijken. Sommige mensen zitten in een heel zwaar regime. Kijk, in Nederland, en nu sla ik het een beetje plat. In Nederland hebben we of een regime van best wel licht of heel zwaar. En er is eigenlijk weinig daartussen. Terwijl er veel landen om ons heen zijn, die daar in ieder geval verschillende landen, die daar pakketten in aanbieden. Maar ook gewoon kunnen zeggen van, wat is jouw agenda? Hoe ziet het eruit? Heb je nu een heel zwaar pakket nodig of een lichter pakket? En dat is op de eerste plaats natuurlijk heel erg belangrijk voor de persoon, dat je niet altijd zo'n heel zwaar pakket om je heen hebt. En heel veel mensen om je heen die met jou op dat moment bezig zijn. Want hoe veilig je ook kunt voelen, het is ook heel heftig. Dus dat is één. Wat we nu doen is, terwijl we dat moderniseren, ook met mensen continu spreken die al heel lang in dat stelsel zitten, die heel goed weten waar het beter kan. En al die stappen, dat zijn we nu aan het vormgeven om ervoor te zorgen dat de elementen waar Paul, maar ook anderen tegenaan zijn gelopen en nu nog steeds tegenaan lopen, dat we dat veranderen. Als ik ging voetballen, op mijn bedenkelijke niveau, maar zelf een groot veld en zo, je kunt je voorstellen, heb je heel veel beveiliging nodig om dat goed dicht te zetten. Maar als ik in de bunker bij het proces van Ridwan Taghi zit of zo, nou, dan kun je me loslaten. En in het begin was het heel moeilijk. In rechtbanken werd ik apart gehouden. Ik heb in het getuigenhokje gezeten. Niet in de cabine in de rechtszaal, maar in het hokje daarachter, waar ze dan wachten tijdens schorsingen. Omdat dat was veilig. Maar ik wilde met mijn collega's op de gang. Nou, dat was een strijd. En alle TBP's die ik ken, voeren dat soort strijd. Omdat het niet gedifferentieerd is, niet goed gekeken kon worden, en ik hoop dat het uitkomt, dat het zal verbeteren, dat het niet gedifferentieerd wordt op dat moment, en ook niet over de lange termijn. En daar hebben ook veel mensen last van. Dat er geen lange termijnplan is, een stip aan de horizon van dit en dit en dit zijn, gaat zorgen dat je duurzamer, normaal, steeds normaler leven kunt gaan leiden. We horen net al een pakket aan maatregelen. In 2021 waren er 6 prominente advocaten die eigenlijk zeiden dat na de dood van Dirk Wiersum, advocaat Dirk Wiersum, er te weinig is gebeurd voor hun beveiliging. Er was een advocaat die in zijn been was geschoten en die zei, ik moest zelf mijn eigen beveiliging regelen. Er was een advocatenbureau beschoten. Dat zijn geen milde dingen. Ik zou zeggen, zorgwekkend. Zorgt dit pakket er ook voor dat die situatie wordt verbeterd met die beveiliging van advocaten? Of is dat niet genoeg? Nou ja, het is gericht voor de beveiliging van een ieder die onder druk staat. En we hebben het nu over georganiseerde misdaad. Maar als je naar het hele stelsel kijkt en mensen die bewaakt en beveiligd moeten worden, dan komt het ook vanuit andere hoeken, de dreiging. En wat er gebeurt is dat op basis van bijvoorbeeld politieinformatie, maar ook vanuit andere hoeken, analyses worden gemaakt van wat is daar nu met jou aan de hand. En wat ik zelf de afgelopen maanden heb gezien, ook bij situaties die hebben geleefd, niet in mijn eigen persoonlijke situatie, maar mensen om mij heen in mijn werk, zeg maar, is dat het sommige zaken kunnen heel dreigend voelen. Maar kunnen vooral bijvoorbeeld iets zijn van openbare orde en veiligheid. Dus wat in de buurt, in de gemeente gebeurt of in je straat gebeurt, dat is iets anders dan een directe dreiging op het leven, zoals bijvoorbeeld wat bij Paul was. En wat heel goed is, is denk ik, als je mensen daarin meeneemt, dat je uitlegt, we hebben alles in beeld, dit is hoe het eruit ziet, en dit is een hele dreigende situatie voor je. Bent u in gesprek met deze advocaten, die 6 prominente? Een aantal daarvan heb ik gesproken, een aantal niet. Er wordt ook, zoals u weet, onderzoek gedaan nu door de OV naar de verschillende moorden. Het onderzoek verwachten we ergens de komende maanden. Dat is een onafhankelijk onderzoek. En ik vind het ook heel zuiver om dat dan maar af te wachten. Dat was al in beweging gezet. En daar zullen ongetwijfeld ook concrete aanbevelingen en bevindingen natuurlijk in staan. Daar moeten we ook gewoon mee aan de slag. Ik heb wel vanaf mijn dag 1, en mijn voorganger had dat natuurlijk ook gezegd, ik ga daar niet op wachten. We hebben al heel veel geleerd, we hebben heel veel gezien. Dus daar gaan we ook volop mee aan de slag met wat we weten en wat we horen. En als daar aanvullende aanbevelingen en analyses op komen, dan hebben we ook daarnaar te handelen. Dus daar zit ik nu middenin. En volgens mij is dat het allerbelangrijkste. Dat we continu aandacht hebben voor wat is er aan de hand, wat voor dreiging is het. Leg dat goed uit. Al kan je misschien niet de hele achtergrond uitleggen, want dat is dan, misschien loopt er een onderzoek en noem maar op. Leg uit en luister, zou ik erbij. Absoluut, absoluut. En zorg dat, en die pakketten inrichten, nou, dat is nog best ingewikkeld. Dus ik zie het zelf ook voor me als dat we die stappen gaan zetten en dat dan in gesprek, juist met de mensen die onder die pakketten gaan vallen, gaan kijken,
werkt dit? Is dit de manier of moeten we... Ik ga niet dogmatisch aan de voorkant, bam, dit is nou het model en zo moeten we het doen. Laten we het dan samen zien wat dan werkt. En wat we afgelopen jaren hebben gedaan, dit jaar weer, is heel veel geld vrijmaken voor nieuwe mannen en vrouwen bij de beveiliging, bij de bewaking. Die zijn we ook aan het opleiden, maar voorlopig zal dat ook nodig blijven zijn. En ik ben ook erg dankbaar dat er steeds ook meer mensen zijn die zeggen, ja, dat is ook het werk wat ik zou willen doen. Want je kunt geld vrijmaken en noem maar op, maar je hebt ook die mensen nodig. Het probleem is dat je in een kleine vijver vist, hè, waar ook de Marge C hier onderdeel van is trouwens. Maar ja, je hebt mensen die commando willen worden, mensen die Marge C willen worden, mensen die persoonsbeveiliging willen worden, mensen die rode baretten geloof ik willen zijn. Dat is één en hetzelfde type mens. Dus je kaapt ze ook weg als je ze allemaal op die beveiliging van... En dat is enorm ingewikkeld. Dus er wordt nu ook wel bij het leger gekeken en of je andere politiemensen kunt laten, andere taken kunt laten doen. Maar dat is super ingewikkeld. En daardoor gaan ook dingen mis in de communicatie. Want mensen die opgeleid zijn om in Afghanistan op straat iemand te beveiligen, dat is een ander soort opleiding dan een te beveiligen persoon in Nederland een aangenaam leven bieden. En als dan daar te beveiligen personen tegenaan lopen van, hey, de communicatie, dat gaat niet lekker. Ik heb klachten, ik zie dingen misgaan. Ik blijf me herhaaldelijk daarover uitspreken. Of ik word niet gehoord, of erger nog, het wordt in de wind geslagen. Daar heb ik het niet over, over nu, maar over bijvoorbeeld afgelopen jaren. Waarin, familieleden, hele families en zo te maken hadden met beveiliging. Die voortdurend aan de bel hingen. En vooral het gevoel overhielden, we worden niet serieus genomen. Misschien hebben we in het begin een grote mond opgezet. Niet iedereen, TBP is natuurlijk heel meegaand en zo. Er zijn heel veel verschillende karakters in het regime. Maar daar komen we toch weer, want het is een kleine vijver om uit te vissen. Maar je hebt hele goede gevechtsvaardige figuren nodig. Maar ook sociaal heel handige mensen. Ja. En dat je contactpersoon, je rechtstreeks contactpersoon sociaal vaardig is, dat is het allerbelangrijkste. Want dan kun je tenminste gewoon op normaal niveau sparren. En dan, want anders beklemt het je niet alleen het idee dat je vermoord wordt, een kans zou kunnen worden. Want daar zijn zij voor. Maar het idee dat je je leven wil, zo goed mogelijk wil kunnen leven en voor lange tijd, dat vergt goed overleg. En dus die moet ook geworven worden. Er zijn nog veel te weinig, want bij mij ging het helemaal goed. De persoon met wie ik te maken had. Maar in andere regio's waren andere personen. En er zijn heel veel problemen geweest. Op landelijk rijksdomein zijn ook verschillende personen waar ook soms grote problemen zijn. En dan zie ik het gewoon ontsporen doordat er geen sociaal vaardig iemand aanspreekpunt is van de overheid. We gaan naar ambtelijke ondermijning. Dat noemde u ook al in het begin. He, paspoorten die worden vervalst. Ambtenaren die corrupt blijken. Een paspoort is natuurlijk goud voor een crimineel. En ook op allerlei andere niveaus. Marechaussees die zicht hebben op wie wordt gezocht door de politie en wie niet. Hoe bescherm je nou goed die ambtenarij tegen corruptie? Er zijn allerlei controlemechanismen. U heeft eerder ook geschreven dat bepaalde worden niet goed genoeg benut. Welke controlemechanismes gaat u beter gebruiken de komende periode? Ja, het is een hele brede vraag, omdat het ook afhankelijk is van welke ambtenaren, waar heb je het over? Ik was, zoals ik gezegd heb, vanmiddag bij de Rotterdamse haven. Daar heb ik gesproken met mensen van de douane bijvoorbeeld. Maar als je weet dat als je op het haventerrein werkt, wat gewoon de grootste haven van Europa, enorme omzet, enorm veel bedrijvigheid, er zijn zoveel mensen die daar werken, dat je heel erg aantrekkelijk bent, wie je eigenlijk ook bent, voor criminelen. Dan begint het eigenlijk, en het klinkt heel soft, maar dat is de preventiekant weer. Het begint bij weerbaar maken en bewust maken van mensen. Dat jij niet in het jasje van je werkgever, waarvan je kunt zien dat je op het haventerrein werkt, daarna naar de kroeg gaat. Dat zijn dingen, dat moet ik heel eerlijk bekennen, voordat ik met dit werk bezig was, had ik ook niet bij stilgestaan. Maar dat moet je gewoon niet doen. Omdat criminelen weten, wacht even, jij werkt daar en daar, jij kan bij die en die containers. Dus ik vraag het jou eerst vriendelijk, dan iets minder vriendelijk. Ik bied je wat geld aan en als jij niet meewerkt, dan weet ik je te vinden en je familie ook. En dan zorg ik wel dat je meewerkt. Als je weet dat je schuld hebt. Dat soort zaken. En als je eenmaal met de screening van de medewerkers? De screening van de medewerkers zijn we nu ook mee bezig. Dat is bijvoorbeeld een grote wens, bijvoorbeeld van... Want dat werd tot nu toe niet gedaan, toch? Dus nee, in het haventerrein niet. En burgemeester Abu Talib heeft daar meerdere malen ook om gevraagd. Ongelooflijk toch, hè? Ja, eens. Denk nou met me mee. Dat hebben we ook meteen opgepakt. Dus dat wordt nu wel gedaan? Ja, we zijn bezig om met verschillende organisaties, Dienst Justice
en daar waar nodig AIVD te kijken of naar een haven, VOG, mooie afkorting allemaal. Maar dat je echt mensen kunt screenen, dat je weet wie heb ik hier. Want voor de meeste plekken, ja, het is een megaterrein waar je allerlei lagen door elkaar hebt van bedrijvigheid. Maar dat we daar voor de gebieden waar dan de meeste risico op is, laat ik zo zeggen, dat je daar extra eisen aan kunt stellen. Als bij gemeenten het idee is, een paspoort is iets dat we, waarmee ja, we een dienst aan onze burger verlenen, en het moet zo snel en soepel mogelijk, want we willen geen wachtrijen in het stadsdeelkantoor of het stadhuis. Ja, goed bedacht. Maar je moet ook wel gewoon zorgen dat het waterdicht is. Als een zware crimineel met een gekloond paspoort kan reizen, met zijn foto erop, maar de identiteit van een bestaand ander die dan niet kan reizen, dus dat is dan geregeld, of gedreigd, of met geld. Ja. Dat is, nou ja, mijn collega Wouter Laumans hier ook aanwezig, die noemt dat het golden ticket to the world. Weet je? Je kunt met dat Nederlandse zeer goed bekendstaande paspoort, kun je de wereld over. Want het gaat om een cultuur. Maar je hebt normaal een vier ogen principe, maar ja, die wordt dus vaak weggeschoven door die snelheid. De beruchte bezuiniging. En de cultuur waarin het, ach ja, ook kijk maar even, nou, een betrokkenen zei wel eens, ze kijken of het pasfotootje recht is ingeplakt. Weet je? Ja. Dat is de controle. En dat geldt ook als ik, ik kan voor een paar honderd euro, als ik de, vanwege mijn werk ken ik criminelen, kan ik kenteken op navragen bij de RDW. Dat is er niet te geloven. Ik bedoel, daar moet ook een cultuurverandering zijn, waardoor dat niet zo eenvoudig is. En die belastingdienst, idem dito. Dus we moeten ook wel kijken naar notarissen. Maar ik bedoel, de overheid van nature kijkt buiten de overheid. Ik ben symposium na symposium na symposium. Als je één keer een praatje houdt op een symposium, krijg je 5 verzoeken om weer een praatje te houden op 5 nieuwe symposia. Over ondermijning bijvoorbeeld. En dat doe ik dan soms wel, soms niet. Je zegt eigenlijk, heeft de overheid zichzelf wel in het vizier? Ja, er zijn zoveel symposia waar het over de anderen gaat, maar niet over de lagere overheden zelf. Daar ligt een enorme taak, denk ik. Het staat ook niet op rijksoverheid.nl. Daar staat de overheid niet genoemd bij de sectoren die kwetsbaar zijn voor ondermijning. Zou dat niet een begin zijn? Nou, dat vind ik een goeie van je. Dus dat wordt aangevoerd? Ja, hoor. Ja, okay. Nou, er zijn genoeg mensen die daar nu meteen een aantekening van maken. Dus dat is mooi. Anders had ik kunnen doen, want een paar weken geleden stond het in het Parool. U bent de afgelopen tijd ook op dienstreizen geweest naar Italië en Colombia om te kijken wat daar te leren valt. Er is ook later een Europees gemeenschappelijk actieplan opgesteld om samen te werken met Europese landen. Wat moeten wij overnemen van bijvoorbeeld Italië, hier in Nederland, zou u zeggen? Nou, wat ik graag wil, is in ieder geval leren. Zij hebben een hele andere context. Zij hebben de maffia, die kan je afbakenen, die kan je historisch toelichten, dat kan je aanwijzen. Dat hebben wij helemaal niet op die manier. U zegt niet, we moeten iets van daar hier per direct invoeren? Nee, daar geloof ik niet in. Waar ik wel in geloof is, en helaas voor de Italianen hebben zij heel veel ervaring hiermee. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat de onderzoeksrechters, Borsellino en Falcone, zijn vermoord. Zij hebben er heel veel ervaring mee, dus ik wil van hen leren wat zij doen en zien wat wij hier daar beter van zouden kunnen. En één voorbeeld is naast bijvoorbeeld de kroongetuigenregeling verbreden, kijken naar hun stelsel van bewaken en beveiligen en zien van wat kunnen wij, wat past in de Nederlandse systemen, is dat doordat zij de maffia kunnen afbakenen, hebben zij ook hele concrete gerichte wetgeving gericht op die netwerken. Dus wat zij doen is netwerken oprollen. Wat wij doen is er één individu uithalen. Nou ja, ik mag duidelijk zijn wat ik effectiever zou vinden. Dus ik ben daar geweest en dan sta je in rechtszalen. Dan is het zo'n rechtszaal en heb je aan de beide kanten heb je verschillende soort van cellen waar gewoon 10, 20 man in kunnen. En dat gaat aan beide kanten door. Dus ik vroeg op een gegeven moment aan een rechter, maar ja, krijg je dat ooit een keer allemaal tegelijk vol? Hij zei, dit is een van de kleinere zalen. En het was echt enorm, was 3 keer dit. Hij zegt, dit is een van de kleinere zalen. We zijn laatst uitgeweken naar een andere zaal, omdat er 400 man tegelijk terecht stonden. Want dat is wat een netwerk oprollen is. Dat is niet wat wij nog doen. Hoe klinkt dit voor u? Nou, dat is in de Italiaanse context. Ik moet er overigens zeggen, in Zuid-Italië is het een puinzooi, nog steeds. Dus we hebben het niet opgelost. Nee, dat is waar. Ja. Dus het is, de maffia is machtiger dan ooit. En wat vindt u? Kunnen we er iets van leren? Nou ja, je kunt dat ding uitpikken. Dat heet met een lelijk woord, een lelijke term, best practice. Dus je kunt het ding, dat nu, ik noem iemand maar even Ridwan Taghi, vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught, de hele tijd met zwaar beveiligd transport
naar Amsterdam-Osdorp moet worden gereden, het halve land toch. En weer terug. Helikopter erboven, hele poespas en zo. En dat zijn ook allemaal profs, die heb je ook weer nodig. Die kun je dus niet persoonsbeveiliging laten doen. Want hetzelfde mensen van het BOT heet dat, bijzonder ondersteuningsteam van de justitie. Dat we met zo'n verdachten, dat kaliber verdachten, verdachten, nog niet veroordeeld, maar het halve land door gaan slepen. Dat is belachelijk. Dus je kunt ervan leren dat je in een grote gevangenis voor de zwaarste geval, dat je daar een eigen rechtszaal zou bouwen. Dat is niet zo ver gezocht. We hebben het niet, vreemd genoeg. Je kunt leren hoe je al die verschillende, want als je hele netwerken, want ik hou wel heel erg van individueel strafrecht. Niet van hele groepen uit de samenleving. Als je maffia hebt, is het ook makkelijker. Hier is het veel gedifferentieerder. Maar als je allerlei netwerken hebt opgerold, moet je ook doordenken. Je gaat ze lang in de cel hebben. Ja, die kan niet bij die, want die staan elkaar naar het leven. Die kan niet bij die, want die doen samen zaken. Misschien straks nog voortgezet crimineel handelen uit de bias. Je moet dingetjes afkijken, denk ik, in Italië. Maar vooral niet Italië willen zijn. In Italië zitten veel te veel mensen in de zwaarste persoonsbeveiliging. Er wonen mensen in kazernes die zich daar helemaal niet thuis voelen. En daar kan Roberto Saviano, groot journalist, een belangrijk boek Camorra geschreven. Maar hij laat zich steeds uit over de Nederlandse situatie. Weet hij geen s'nachts vanaf. Maar, en dan een stukje in NRC Handelsblad. Maar je kunt de Italiaanse situatie niet op de Nederlandse plakken. Wij moeten een Nederlands cultureel verantwoord variant daarop hebben. Dat is ook absoluut de insteek. Dat is precies wat we daar doen. Dus daar spreken van hoe pakken jullie het aan? Waarom pakken jullie het zo aan? Is dat iets wat in ons stelsel überhaupt niet alleen zou passen, maar effectief zou zijn? Maar dat doen we niet alleen met Italië overigens. Bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk, die werkt ook met stelsels, met verschillende pakketten van bewaken en beveiligen. Zo kan je heel veel naar landen om ons heen kijken. Leren van wat zij fout doen. Leren van wat zij goed doen en dan vervolgens kijken wat past hier. De kern is wel dat onze wetten echt anders moeten. De kern is wel dat wij echt heel snel het is heel fijn om, of niet helemaal niet fijn, maar het is, je kunt constateren dat het naïef is. Maar en dan? Je moet wel zorgen dat het vervolgens aangescherpt is. Kijk, de sleutel voor het oprollen van netwerk op welke manier dan ook is, en dat klinkt weinig sexy, dat zal de voorpagina's nooit halen, is zorgen dat onze diensten informatie kunnen delen en met elkaar in het land. En vergaren eerst ook. Ja, ja. Dat ze, en bij de informatiepositie is notoire slecht op verschillende plekken. Dat verschilt heel erg per regio per domein ook. Maar en door privacywetgeving, waar ik denk een grotere voorstander van ben. Ja, maar ik zie wel dat privacywetgeving ook als nadeel heeft. Dat als je te weinig informatie kunt delen, dan schiet dat niet op. Dan ben ik totaal. En dat moet binnen het land goed kunnen. Dus het vergaren en het delen en ook absoluut gewoon. Ik zeg altijd Europees, maar eigenlijk wereldwijd. Daarom is het ontzettend belangrijk dat je wel gaat kijken hoe gaan ze in Colombia hiermee om? Hoe gaan ze in andere landen ermee om? Dat onze politiediensten met elkaar kunnen samenwerken. Nou, op tactisch niveau gebeurt er ook al heel veel. Maar ik zou willen dat dat naar strategisch niveau kan. Dat je veel langer proactief vooruit kunt denken en kunt kijken naar die bewegingen. Maar dat kan dan inderdaad alleen als je die ruimte hebt. Dus daarvoor leggen we ook, adem. Ja. Ja, en leggen we ook wetgeving neer. Binnenkort in de Eerste Kamer. Bijvoorbeeld wetgevenssamenwerking, WGS. Ik haat al die afkortingen bij ons, maar inmiddels weet ik ook niet meer waar het hele woord voor staat. Maar die is cruciaal. Daarbij kunnen echt organisaties met elkaar informatie delen. Maar dan merk je dat er vanuit de politiek aan de ene kant wordt gezegd, pak de misdaad aan. En dan zeg je, oké, maar dan is er dit voor nodig. Nee, maar dat gaat te ver. En daar zul je elkaar in moeten vinden. En dat is wel wat wij kunnen leren van een land als Italië. Waar 30 jaar geleden de mensen massaal de straat op zijn gegaan. En hebben gezegd, dit accepteren wij niet meer. En helemaal waar, de maffia is niet weg. Maar als ik daar spreek met collega's, die weten, het volk, het grootste deel van het volk wil hier vanaf. Die steunen stappen die hier gezet worden om er vanaf te komen. Ik ben het volledig eens met Paul die zegt, ja, na de vreselijke moorden van de afgelopen jaren zie je, dit zijn al mijn woorden, 1-2 weken ophef en aan talkshowtafels mensen zich uitspreken, kan toch niet waar zijn. En daarna gaan we gewoon door alsof het erbij hoort. En dat hoort. En wat verwacht dus u dan van ons? Ik verwacht verontwaardiging die overeind blijft staan. Verontwaardiging die van mij eist, zorg dan dat die informatie gedeeld kan worden. Zorg dan dat er niet vanuit detentie gehandeld kan worden. En dat je me daar ook in steunt. En dat zeg ik nu mij, maar dat is natuurlijk veel, veel breder. En het gaat vooral over de mensen die elke dag op straat hiermee bezig zijn. Steun hen om ervoor te zorgen dat we die criminelen dan ook echt
kunnen aanpakken. En wat dat je ook, botst. Je zou ook ambtelijke moed moeten aanmoedigen. En dan heb ik het even over bijvoorbeeld jouw ministerie van Justitie en Veiligheid. Dirk Wiersum is al vermoord in september 2019. Vervolgens is er vanuit de extra beveiligde EBI, de zwaarst beveiligde gevangenis van het land, waar de most wanted die gearresteerd was, Ridwan Taghi, die zat daar vast. En een half jaar lang heeft hij via een neef die ook advocaat is eigenlijk met de buitenwereld kunnen communiceren. En het is niet uitgesloten dat Peter R. de Vries via die lijn is vermoord. Dat was heel breed bekend binnen allerlei gremia van de overwereld, bovenwereld, het ministerie, maar politie, justitie, rechtelijke macht en zo. Ik moet halt in eigen boezem. Ik wist er ook van, voor de moord op Peter R. de Vries. Ik heb het toen niet kunnen schrijven, een ander verhaal, wel een trauma. Maar dan ga je daarover, als het nog niet openbaar is, maar dan ga je daarover in gesprek in al die instituties. En iedereen weet het wel, maar we kunnen niks doen, want misschien iets met privacy of de minister. Maar wie moet hier dan een stap innemen als u het heeft over ambtelijke moed? De top, en die moet niet proberen de minister uit de wind te houden, die moet proberen die lijn te dichten. En daar heb ik u bedoelt de ambtelijke top? Ja, van de verschillende ministeries. En ik heb het idee dat bij sommige ministeries, en justitie en veiligheid niet daarvan uitgezonderd, de cultuur heel erg is zorgen dat er geen politieke problemen komen voor bijvoorbeeld de minister. Want ik ben er met je. Ik denk dat jij wel de juiste visies daarop hebt, maar krijgt dat hele ministerie. Maar klopt dat, dat de ambtelijke top u daarin tegenwerkt? Dat zal lastig zijn om te bevestigen. Nou, maar dat is ook oprecht niet mijn beeld. Kijk. Even deze casus daar gelaten. Daar kan ik niet. Ik bedoel, daar is. En het de onderzoeksraad komt er binnenkort. Die komt daarover. Dat is de reden waarom ik daar heel erg terughoudend in ben. Want ik vind daar moet gewoon onafhankelijk naar gekeken worden. Daar moet iedereen van kunnen vinden wat ze willen vinden. En daar moet ik daarna mee aan de slag. Maar dit is wel het voorbeeld van als je het hebt over iemand die advocaat is. En waarvan je dan het vermoeden hebt, op welk niveau, wanneer dan ook, dat daar dingen gebeuren die niet deugen. Daarop kunnen ingrijpen is terecht heel zwaar, is echt heel moeilijk. Terecht zijn die drempels heel hoog. Maar op het moment dat ze zo hoog zijn dat je wellicht maanden verder bent voordat je kunt ingrijpen, dan moet je je afvragen voor wie ben ik nou wat aan het beschermen? Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Nou, dat zijn lessen. Daar gaan we straks ook zien welke lessen daarin zitten. En daar zal ik ook alles aan doen. En mijn collega Frank Weerwind, die daar verantwoordelijk voor is, die is natuurlijk volop mee bezig om te kijken wat voor binnen ons stelsel, binnen de waarborgen, wat voor drempels kan ik nog meer opvoeren om te zorgen in ieder geval dat dit niet zo kan gebeuren. Er is al hard aan gewerkt, hè, volgens de verkeerde indruk weg. Die lijn dicht te krijgen, zijn heel veel mensen heel hard mee bezig geweest. Alleen, op het laatste moment ontbreekt dan toch aan die stap om het maar gewoon to hell with the consequences. We kappen het door en dan horen we straks wel van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat het niet mocht over 5 jaar. Dan had misschien allerlei ongelukken niet gebeurd. Nou, dat is wel. Ik was er 2 weken geleden bij het Europese Hof. En daar heb ik in ieder geval gezegd, kijk, wij proberen nu alles op alles te zetten om te voorkomen dat er vanuit detentie crimineel gehandeld kan worden. Dus ik, mijn collega, we gaan met wetten en voorstellen en dingen komen. En dan gaan jullie waarschijnlijk zeggen, ja, maar dat kan niet. Ik zeg maar, het probleem is helder. Want het is, en Nederland is zeker niet het enige land die hiermee worstelt. Want van de Italianen tot iedereen worstelt hiermee. Ik zeg, help mij dan met bedenken hoe ik het wel kan aanpakken. Dus dat heb ik daar echt op de agenda gezet. Even heel kort om het te schetsen. Er is dus contact geweest met de buitenwereld. Maar voor nu zijn de wet reikt niet ver genoeg om dat tegen te houden. Want je mag gewoon als advocaat contact hebben met je cliënt. De verdachte heeft op zich terecht vrij advocaat. Nu zegt, ga nou tegen die wet in. Wees nou wat rekkelijker. Nee, moet ik duidelijk en scherp zijn. In heel specifieke gevallen. Dit is een heel specifiek geval. Wat niet moet gebeuren. En wat wel een dreiging is dat wel gaat gebeuren nu. Dat voor allerlei verdachten in allerlei zware regimes. En allerlei advocaten. Aanscherpingen komen die op dat geval niet passen. Snap je? Dus ook daar heb je heel erg maatwerk nodig. Dus wat anders ga je, wat ik noem, de rechtsstaat vermoorden om de rechtsstaat te redden. Snap je? Dus verdachten moeten nog steeds vrij advocaatkeus houden en moeten nog steeds pure geheimhouding kunnen vertrouwen met het contact met hun advocaat. Maar als je in zo'n specifiek geval, zoals we het hier over hebben in de EBI, en daar kun jij moeilijker over spreken dan ik, maar zo'n specifiek geval en je hebt het idee, hey, die advocaat heeft dezelfde achternaam, die heeft helemaal geen rol, we zien geen output, diegene is al maanden daar veel vaker dan andere advocaten met deze verdachte in de weer. Maar we zien nooit dat hij iets doet. Hij was mediaadvocaat. Ja, als hij mediaadvocaat was, had ik van moeten wel horen. Maar als wij advocatenpost krijgen namens Taghi, was het nooit van hem. En krijg ik wel, maar met andere namen eronder. We zitten hier over een jaar weer met jullie. Oh, kunnen we goed terugblikken. Ik wil jullie beiden
hartelijk danken. Er is het laatste nog niet over gezegd. We hebben ook zo een derde ronde aan de bar waar we verder kunnen praten. Ik wil de kijkers thuis bedanken en natuurlijk het publiek. En graag tot een volgende keer. Een hartelijk applaus nogmaals.